Krijgt er dan een wereldwijde hongersnood? Althans, nee, in grote delen van de wereld? Nee, dat kan je niet zeggen. Het is ook ontzettend belangrijk om onderscheid te maken tussen die enorme fluctuaties in prijzen. Ja. En waarbij dus voedselprijzen en energieprijzen, maar bijvoorbeeld ook kunstmestprijzen. En kunstmest overigens is voor Europa wel heel erg belangrijk. Hè? Ja. Dat komt uit Rusland en Wit-Rusland in hoge mate. En waarbij die prijzen hoog zijn en fluctueren. Dat is iets anders dan het volume aan de productie. En het belangrijke van landbouw is toch dat je realiseert dat je altijd weer een nieuw seizoen hebt. Hè? Mm. Het is niet zoals olie, dat raakt niet op. Maar dan moet je wel kunnen zaaien. Je moet kunnen zaaien, je moet ook kunnen oogsten, je moet het kunnen vervoeren. En dat is natuurlijk voor deze gebieden op dit moment een probleem. Ja. Overigens, over dat zaaien gesproken daar ter plekke, dat is dus maar de vraag of dat kan binnen 2 weken. Ja, dat is het is niet voor het eerst dat in dat deel van de wereld ook honger als wapen wordt ingezet. Absoluut. U hebt een historische roman geschreven, De plantenjager uit Leningrad. Het gaat over een enorme zaadverzamelaar, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Maar het gaat inderdaad ook over de Oekraïne. En het gaat ook over het Stalin-tijdperk. Precies, en Han noemde het al. Hè? Het inzetten van het politieke wapen van honger is natuurlijk een bekend wapen helaas in Rusland. Rusland sowieso was ook in de tsaristische tijd heel gevoelig voor hongersnoden. Ook door ontzettend slechte landbouwtechnieken enzovoort. En wat denk ik in alle Oekraïense herinneringen nog een belangrijke rol speelt, is natuurlijk die Holodomor, de hongersnood, genocide door het systematisch uithongeren van de mensen. 4 miljoen doden, geloof ik. Ja, maar 5 miljoen zelfs. En in de periode 32-35. Vanaf 29 vorige eeuw is de collectivisatie door Stalin doorgevoerd. Mensen konden dus niet meer wat produceren wat ze zelf wilden. En er zijn echt de meest verschrikkelijke verslagen van. Cannibalisme kwam toen voor. Er zijn duizenden mensen veroordeeld. Cannibalisme, voor... ja, ik laat het even doordringen. Ja, er zijn dus duizenden mensen veroordeeld voor cannibalisme in die periode. Zo wanhopig was men. En dat moet doorspelen in hoe ook nu de Oekraïners zich verzetten tegen Rusland. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is om hier goed te zeggen, het is niet een kwestie van dat wij doordat in Oekraïne en in Rusland en door sancties en oorlog de productie niet op gang komt of te weinig op gang komt, dat er plotseling niks meer is op de wereldmarkt. Dat is niet zo. We moeten ook zorgen dat we dus niet meegaan noodzakelijkerwijs in die paniek. Maar voor een aantal landen en voor arme mensen is het wel echt een hele grote factor. En daarmee wel een bron van sociale onrust. Ja, ja.